In de gemeente Heumen is vandaag de Week van de Ontmoeting van start gegaan. Dit jaar is het thema Kom erbij. De week is onder meer bedoeld voor fijne gesprekken, nieuwe contacten of het vinden van vrijwilligerswerk. Vandaag waren alle inwoners van de gemeente Heumen alvast uitgenodigd op het gemeentehuis voor speeddates met de raadsleden, wethouders en de burgemeester. Aankomende week is het de week tegen eenzaamheid en er is extra aandacht voor de eenzaamheidsproblematiek. En hoe krijg je die minder? Door mensen te mobiliseren, op mensen af te stappen en gesprekken aan te gaan, maar ook gewoon mooie gesprekken aan te gaan. De week van de ontmoeting is bedoeld om inwoners op te roepen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De inwoners van Malden komen samen om te speeddaten. Zo leren ze elkaar kennen en hoopt de gemeente dat de inwoners meer toenadering zoeken naar elkaar. Arjen vindt het een goed initiatief. Ik vind het een heel leuk initiatief. Het is ook een heel onverwacht initiatief. En ik denk dat we er als gemeente heel goed aan doen om dit mogelijk te maken. En ik ben blij met mijn opkomst. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat er precies uit zal gaan komen. Maar gezien de opkomst is er voldoende interesse. Dus ik vind het leuk. Ook online kan je meer activiteiten vinden om eenzaamheid te verminderen. Ook is de ontmoetingskaart online te vinden. Er zijn activiteiten. Die worden op een website geplaatst waar mensen naartoe kunnen gaan. Er is een overzicht. Er is een website Doen in Heumen. Waar iedereen zich kan oriënteren aan activiteiten. Maar ook vrijwilligers kunnen daar terecht om te kijken, goh, is er iets wat ik kan doen vrijwillig. We hebben een stuurgroep eenzaamheid die zich bezighoudt om te kijken hoe kunnen we wat beter die eenzaamheid aanpakken. Dus waardoor er extra aandacht is op het feit van hoe moeten we het aanpakken. En deze ontmoeting is eigenlijk een beetje daarop gebaseerd. De mensen weten soms ook niet van ik ga op bezoek bij de burgemeester of bij de wethouder. Maar ja, wat moet ik nou vragen? En daarom hebben wij een soort ontmoetingskaart ontwikkeld met daarop allerlei vragen, positief gerichte vragen, om met elkaar in gesprek te gaan en een mooi gesprek te krijgen. De bewoners geven aan dat deze activiteiten noodzakelijk zijn om de eenzaamheid te verminderen. Maar het is een groot gemis. De afstand tussen de burgerij, de ondernemers en andere mensen in de gemeente en het gemeentehuis is vaak erg groot. En dat wordt niet heel veel kleiner gemaakt als we doorgaan zonder niet dit soort dingen te doen. Dit is echt nodig.